FM. Het Mediacafé in Hilversum, dat is hier eigenlijk om de hoek. Het veldje af en dan richting het 3FM-studio. Dat is een café waar heel bekend Nederland samenkomt om als ze niet hoeven te werken. Weermannen, mensen van de reclame, mensen van tv. En deze week waren ze allemaal in de ban van ja, een soort magie en toverstokken. Ik weet het niet, maar er was een hoop gedoe over in ieder geval. Het Mediacafé. Het was een rumoerige week in het Mediacafé. Want barman Gerard Joling had het allemaal niet meer op een rijtje. Oh jongens, hoe kan dit nou toch? In 1 week tijd ben ik al 3 theedoeken, een ventilator, een gordijn en 2 bakken nootjes samen kwijtgeraakt. En ze zijn ook niet meer teruggevonden. Zeg Mark Marie, oude trekveer, heb jij die spullen gezien? Ja, nou Gerard, ik ben bang dat het mijn schuld is. Inderdaad, op televisie is nou weer dat goochelen allemaal te zien, hè? Een mindfuck heet dat, geloof ik. Ja, echt waar. En ik wilde ook proberen. Ja, het wegtoveren, dat lukt nou. Maar het terugtoveren, ja, niet echt. Nee, niet echt, nee. Nou, ik heb gisteravond nog wat weggetoverd. Je assistent heeft er nou nog last van. Woe! Je weet altijd wat ik zeg. Zoals een Hansje Klok thuis slikt, slik je nergens. Woe! Maar goed, Mark Marie, als je dit hierbij zou willen laten, oude toverdoos, dan zou het wel lekker zijn. Ja, dat is goed, maar volgens mij heb ik de rest ook aangestoken om wat trucjes te proberen. Kijk daar, Freek Vonk, die is ook bezig. Wauw, moet je kijken, in die hoge hoed, een konijn. Wauw, wat een prachtig dier. Hij past bijna niet in die dubbele bodem. Het lijkt wel een Vlaamse reus. Misschien als ik een beetje moeite doe. Wacht, dan kunnen die beesten helemaal niet tegen. Wauw, fascinerend. Heel dat konijn opengescheurd. Wauw. Oh jee, daar gaan we weer brieven over krijgen. Ja, allemaal van die nare boodschappen weer. Nee, oh kijk nou uit wat je zegt. Oh, zijn er iemand boodschappen? Ik hou daar zo van. Lekker winkelen. Ik raak helemaal in betovering. Oh, over toveren gesproken. Wat een heks. Wat is dit nou weer? Waarom gaat ineens al het licht uit? En ineens voel ik een koude wind? En wat doet die man met die cape en dat masker ineens in het midden van de kroeg? Oh Gerard, volgens mij moet hij jou hebben. Welkom bij Sjoemelaars Ontmaskerd. Deze gemaskerde sjoemelaar laat je de best bewaarde geheimen zien. Barmensen gebruiken die trucs om de consumenten te doen laten geloven dat het allemaal magisch en speciaal is. Zoals hier. De barman lijkt een gratis rondje in te schenken, maar dat blijkt toch allemaal een beetje anders te zitten. Wat is zijn geheim? Ja, zo is het wel weer goed, hè? Ik doe gewoon een beetje water bij de wijn. Hé, dat moet toch kunnen? Zeg, meneertje Huibrechts, hè? Kunt u mij eens uitleggen hoe u die goochelfratsen van u in de praktijk brengt? Hè, ziet u, ik probeer zelf al jaren bepaalde zaken te laten verdwijnen in dit land, maar dat wil nog niet echt best lukken. Nou, meneer Wilders, volgens mij is uw geloofwaardigheid wel al een tijdje weg. Ja, Geert, zag er nou niet steeds over door. Snap je hem? Doorzagen. Woe! Snap je hem? En zo werd het toch een magische middag in het Mediacafé. Tot de volgende keer. Het Mediacafé. Alle gekheid op het toverstokje. Woehoe! 3FM. NPO 3FM.